In deze video vertel ik je alles over Osmo Tangram. Hoi, ik ben Meester Sander en alweer vijf jaar actief op YouTube. En een van mijn allereerste video's ging over Osmo Tangram. Nou, kijk maar eens hoe dat eruit zag. Als ik deze afmaak. Het heel eenvoudig is en nog met mooie kleurtjes het voorbeeld wordt. Ja, dat is dus wel tijd voor een update en die geef ik je in deze video. Ik wil je laten zien wat je ondertussen kan met Osmotangram het goed in beeld brengen. En je vertellen dat je vanaf nu ook Osmo Tangram bij mij kan bestellen. Ken je de Osmo? Wat je met de Osmo doet, is je iPad in zo'n basis zetten en een spiegeltje erop plaatsen. En daardoor kan je voor het scherm spelen. Dat is dus echt super krachtig. Want met de bijgeleverde tangramstukken, kun jij uh, Kinderen tangrams laten maken met echte stukken. Maar de opdrachten worden weergegeven op de iPad. Ik ga je in deze video laten zien hoe dat werkt. En dat er schoolaccounts zijn, zodat ieder kind gewoon op zijn eigen niveau verder kan gaan. De iPad staat in de basis. De spiegel zit in het midden. Ja, helemaal goed. En nu kan de iPad zien wat er hiervoor gebeurt. Dan heb ik nog de tangramstenen nodig. Die leg ik ernaast zodat we kunnen beginnen. Um, je hebt verschillende opties. Ik heb me als klas aangemeld. Ga daarvoor naar my.playosmo.com. En dan kun je kiezen welk profiel je wil. Zodat kinderen weer verder kunnen gaan waar ze gebleven zijn. Je kunt kiezen uit spelen en junior. Bij jonge kinderen begin ik altijd met de junior modus. En waarom? Nou, dan um, begint het gewoon heel simpel met twee stukken. En die plaats je in de juiste volgorde op de juiste plek en de camera ziet of je het goed hebt gedaan. Je krijgt een animatie en jij kunt uh, verder. Kijk, dan blauw met een hey, dat klopt niet. Dus dat ziet hij ook. Als ik hem dan draai, dan zegt hij. Nu is hij wel goed. Nou, deze zijn uh, vrij simpel, worden wel steeds moeilijker. En als je het dus niet goed doet, word je ook geholpen door de iPad. Nou, dit is vrij simpel, maar ik wil nu graag terug. Want ik ga je de levels laten zien. En dan zul je zien dat er ook echt een moeilijkheid in zit. Um, hieronder zie je het aantal diamanten wat ik heb verdiend. Die kan ik eventueel inzetten als ik het lastig vind. Maar je ziet hier dus: oranje is medium, rood is moeilijker. Dan zijn ze ook helemaal zwart. En uh, geel is nog makkelijker. Kijk, dan verschijnt ook gewoon de kleur, en die moet ik naleggen. Je hoort dus ook dat je het goed doet. En ik heb hem voltooid. Helemaal goed gegaan. Nou, dan kan ik naar medium en een hint kost dus 1 diamant. En zo kunnen kinderen dus hints verdienen. Je zag heel even snel wat er moest komen te staan. En je hebt nu een beginpunt waar je mee zou kunnen beginnen. Dit maakt heel veel duidelijk. En dit is dus nog een medium. Maar al voor kleuters al best pittig. Nou, zo heb je ook nog prestaties die je kunt verdienen. En jij kunt als leerkracht ook overzicht krijgen welke prestaties de kinderen hebben gehaald. Hier kan je nog weer een profiel uitkiezen, dus je kan makkelijk wisselen. Uh, je hebt in principe wel internet nodig, want anders weet je niet waar je gebleven bent. Uh, dat vind ik dus heel handig. Een leuke manier om Tangram te spelen is dus met Osmo Tangram. Um, voor de iPad. Je speelt voor het scherm. En de kinderen krijgen volgende opdrachten um, ja, hierin. En het grote voordeel is, kinderen kunnen verder gaan waar ze gebleven zijn. Super tof! Osmo Tangram is onderdeel van de starterset van Osmo. Ik zal de link hieronder delen, zodat jij hem gelijk kan bestellen. En vanaf begin september kan dat via meesterzander.shop. Ja, super tof! Je kan nu in mijn shop instructiemuren bestellen. Die zijn gewoon gratis. En ook dit soort materialen. Dat vind ik dus echt tof, want ik kan nu jullie nog beter helpen om je klas zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst en daar gelijk morgen mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Heb je nog vragen, laat het hieronder weten in een reactie. Uh, doe dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal, want dan zie ik je morgen om 6 uur weer bij een nieuwe video.